kampioenschap. Dat is maar de vraag, want Kania staat in het klassement heel dicht achter haar. En dat krachtmens heeft natuurlijk ook een fantastische 1000 meter in huis. De tweede rit dan, die we voor u in deze samenvatting hebben meegenomen op de 1000 meter. Yvonne van Gennep, geconcentreerd voor de start, in haar rit tegen Andrea Ehrens. De Oost-Duitse, de Europese kampioene van de laatste jaren. En Van Gennep is de nummer 2 van het Europees kampioenschap van de laatste jaren allround. Met andere woorden, deze twee kennen elkaar door en door. Eri geeft natuurlijk een prachtige erelijst. 4 keer Europees kampioen, 2 keer wereldkampioen allround. In totaal 3 zilveren en 1 gouden plak op de Olympische Spelen bij elkaar gereden. En dan de openingen van 1903 om 1907. Dan liggen ze dus al behoorlijk achter eigenlijk op de openingsrit die we daarnet hebben gezien van Bonnie Blair. En Van Gennep moet meegaan met Erich, want via een goede 1000 meter zal ze dan in het klassement misschien nog wat winst kunnen boeken. Gisteren was ze op die 1000 meter 6e geworden van Gennep. Dat was natuurlijk op zich een hele goede prestatie. En ze zal graag weer bij die eerste 8 rijden om op die manier de Olympische kwalificatie eigenlijk af te dwingen. 51-1, de tussentijd naar 600 meter voor Erich. Een seconde langzamer dan Blair. Maar we hebben gezien hoe Blair problemen kreeg in die laatste rit. En Van Erich is bekend dat ze geweldig goed door kan gaan. En Yvonne blijft bij. Moet natuurlijk wel die laatste buitenbocht in. Zal die ritzegen niet kunnen pakken. Maar als ze maar een beetje in de buurt van Erich blijft, dan zal er in ieder geval een hele aardige tijd uit kunnen komen. Snelste tijd 1.24.52 van Blair. En Erich, ja, weer die slotronde. Heel goed. 1.24.27, de snelste tijd op dat moment.